Happy Halloween! Ook al is het 1 november, dan is het volgens mij helemaal geen Halloween meer. Maar hey, maakt niet uit. Jongens, als wij naar nieuws gaan, zijn er wel wat nieuwe items, namelijk de balloons. En met die balloons gaan wij gewoon een paar dingen doen. We gaan gewoon de balloons proberen te zoeken. We gaan kijken hoe ze werken. We gaan kijken wat je er allemaal mee kan doen. Ik heb namelijk geen idee. Ik heb de balloons namelijk nog helemaal niet gebruikt. Als jij hem wel al hebt gebruikt, laat er even weten in de comments wat jij van de nieuwe update vindt. Jongens, kom op. Ballonnen in Fortnite is best wel vet. Kunnen wij trouwens de 2000 likes halen, zou ik heel erg vet vinden. Abonneer ook even op mijn kanaal Road to 100.000 abonnees. En shout-out naar deze gozer voor het volgen op mijn Instagram. Wil jij nou ook een shout-out in mijn video, dan moet je hem even volgen op Instagram. Links in de beschrijving. Ik geef namelijk elke video één random iemand een shout-out. Oké, jongens. We gaan in Playground en we gaan de ballonnen zoeken. Oké, jongens. We zitten in Playground en wat is dat? Ik zie daar letterlijk hout in de lucht zweven. Ik join letterlijk net de Playground. Ik ben alleen. Dit heb ik niet gebouwd. Het zal waarschijnlijk de nieuwe update zijn. Er stond namelijk ook dat er iets was geüpdate bij de nieuwe minigames. Misschien is dat het. Ik zie nu alleen maar hout. Ik heb geen idee wat je daaraan hebt. Oké, we gaan er gewoon naartoe vliegen. Wow! Oké, dat zijn boten. Dat is niet zomaar hout. En dat zijn vliegende boten. Dat is best wel vet. Een stadion hebben we. Dit is... Oh, wow, 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 wow. Dit zijn gewoon alle minigames, maar dan in één of zo. Oké, dit is best wel vet. Dit is nieuw. Wacht, kan ik... Ah! Nee, dat was niet de bedoeling. Oké, leuk. Vliegende minigames. Yeah, boy. Oké, jongens. Wij moeten eventjes de ballonnen gaan vinden. Ik heb geen idee waar je die in kan krijgen. Ik heb geen idee wat de rarity het is. Ik heb... Gewoon, ik weet niks van de ballonnen af. Ik weet alleen dat de ballonnen in Fortnite zitten. En jongens, appreciate even deze pickaxe, dat geluid. Ik hou van dat geluid. Oké, we gaan de lama openen. Geef mij meteen even ballonnetjes. En dit zijn geen ballonnetjes. Trouwens jongens, wist jullie dat ik een Fortnite pro ben geworden? Ik heb geoefend hè, let op wat ik kan. Oh, 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 oh. Kijk hoe snel, wow, dat ging echt helemaal goed. Oké, maar jongens, kijk, ik heb oprecht wat geleerd. Je doet dit. Check hoe snel ik nu omhoog ben. Oh, en dat zonder te springen. I love it. Oké, maar dat heeft helemaal niks te maken met de video. Ik wou het gewoon even laten zien, weet je. Dat voel ik me ook een keer goed. Oké, een kistje. Dat zijn geen ballonnetjes. Deze wil ik niet. Ze komen wel van pas, dus ik ga ze wel gebruiken. Hier staan twee lama's. Oké, hartstikke lief. Lamaatje, geef mij eventjes wat ballonnetjes. Dit zijn weer geen ballonnetjes. Nou, dan jij... Oh, ik heb eigenlijk een wapen nodig, zodat ik die lama's kapot kan schieten. Maar het geluid van die pickaxe is zo lekker. Oh. Oké, lama, geef mij een ballon. Godsamme, een boogiebom. Disco! Jongens, ga gewoon even op het eiland. De hele kubus is aan het breken. Lekker. Oké, uit dit kistje hebben we ook geen ballon gekregen. Hier zit nog een kistje die we even... Godsamme. Ik wil hier omhoog. Dank je. Godsamme. Laat mij... Weet je... Ik laat het kistje lekker zitten. Weet je wat? We gaan gewoon lekker voor dit kistje. Zo. Als je zeeziek bent, niet op deze steen staan. Ik ga er ook weer heel gauw vanaf, want hij wiebelt een beetje te veel. Oké, ik zie daar nog een lama. Het is geen wapen, dus ik denk dat je hem uit lama's kan krijgen. Dus, lamaatje, geef mij even een paar ballonnetjes. Nee, dat zijn geen ballonnen. Ik zit even naar lootdrops te kijken, maar ik kan ook geen lootdrops vinden. Misschien dat ze wel daarin zitten. Misschien dat ze legendary zijn. Ik heb echt... Ik heb oprecht echt geen flauw idee. Weet je, we gaan gewoon even in de vendings kijken bij Tilted. Misschien dat we hem daar kunnen vinden. Zou ik wel heel erg fijn vinden. Even een shockwavy. Bam, recht voor de vending. Oké. Nee. Ik dacht even dat ze waren, maar helaas. What the fuck? Lama, geef mij even ballonnen. Dit zijn geen ballonnen. Je lama. In je kont schiet ik deze kogels. Oh, ik zie paarse dingen. Dat is een grappler en een launchpad. Geen ballonnen. Oh jongens, ik hoor ergens een loot drop. Daar in de verte zie ik een loot drop. Die kan ik denk ik niet raken van een vier. Kan ik hem hier wel raken? Bim! Nee. Kijk jongens, verder zie ik nergens anders een loot drop. Dus ik denk toch dat wij eventjes voor die loot drop moeten gaan. Verder. Nope. Oké, we gaan vliegen. En weet je wat leuk is? Ik wil meer dan één ballon. Ik wil meerdere ballonnen, want ik wil er meerdere dingen mee doen. Dus we hebben meer ballonnen nodig. Dit zijn weer geen ballonnetjes. Oké. Ja, hier. Dat was echt keihard gefaald. Oké. Ja. Ja, ik ga niks meer over falen zeggen. Oké, loot drop. Geef mij eventjes wat leuke ballonnetjes.
Nope. Jongens, ik zie daar nog een loot crate. Eigenlijk moeten wij een vending machine hebben waar ze in zitten. Dat zou helemaal top zijn. Ik hoop niet dat ze heel zeldzaam zijn. Weet je wat? Ik ga deze nog even lekker openen. Daarna gaan we gewoon zoeken. En dat is waarschijnlijk wel weer bij jullie als we er een hebben gevonden. Want dit kan misschien nog wel eventjes gaan duren. Oké, okay, loot drop. Geef mij er dan één. Nee, weer niet. Oh my god. Oh, jongens! Dit lijkt op ballonnen. Het zijn ook ballonnen. Er staat balloons. Alleen, het is in een soort van zakje. Hoeveel? 20 ballonnen! Oh mijn god, jongens. Wij moeten dit proberen. Eens even kijken. Laten we gewoon lekker meteen een ballon proberen. Oké, gebruikt hier ook... Wait. Wat? En als ik nu switch? Nee! Mijn ballon! Oké, je kan dus niet switchen. Oké, ik heb nu één ballon. Oké, cool. Dit is echt geen... Wow! Wow! Oh mijn god. Oké, jongens. De vraag... Pak ik fall damage als ik hier naar beneden spring? Ik neem aan van niet, want ik heb een ballon. Auw! Jawel dus. Oké, twee ballonnen. Drie ballonnen. Oh my god. Hoe meer ballonnen je doet, hoe hoger je natuurlijk gaat. Oké, jongens, we moeten eigenlijk... Yo! 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 Nu val ik dood! Oh mijn god, waar ga ik allemaal heen? Yo, hoe lang duurt dit? Hoe hoog ga ik dan niet met dit? Jongens, wat is dit? Oké, op een gegeven moment knappen ze. Maar ik kan gewoon nieuwe ballonnen telkens krijgen. Oké, je komt echt heel erg hoog. Ik heb nu een heel vet idee. Dit is zo'n zieke manier om... Eigenlijk, wat heb je hier aan? Wat? Oh, nee! Nee, 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 nee. Nieuwe ballonnen, nieuwe Nee, oké, dit kan ook. Wat heb je eraan? Jongens, laat even weten wat je aan deze ballonnen hebt. Eigenlijk wil ik nog iets meer ballonnetjes hebben. We hebben er nu 10. Wat zijn dus leuke dingen wat wij met de ballon kunnen gaan doen? Eigenlijk zou ik daar wel heen willen vliegen. Oké, we gaan gewoon naar max height. Gaan we bouwen boven dat ding. Of onder dat ding. Onder het portaal ding. Ik heb geen idee hoe je het noemt. Laat het weten in de comments hoe jullie dat noemen, jongens. En dan ga ik gewoon lekker wat ballonnetjes gebruiken. En dan gaan we kijken hoe hoog we kunnen komen. Misschien kunnen we wel heen vliegen. Je weet het niet. Oké, maar we weten nu in ieder geval dat ze paars zijn. En dat ze uit lama's kunnen komen. Dus wij gaan lamaatjes... wij gaan een boom koppen. Wij gaan lamaatjes zoeken, jongens. Jongens, ik heb een rift. Daar kunnen we ook wel wat leuke dingen mee doen. Oké, laten wij een max height gaan bouwen. Dan gaan we de rift poppen. En daarna gaan... Volgens mij is max height een rift. Je hebt er helemaal niks aan. We gaan het gewoon doen, jongens. We gaan gewoon lekker omhoog bouwen. We gaan een rift poppen. We gaan de ballonnetjes poppen. We gaan wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Laat even weten in de comments wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk vliegen we totaal niet hoog. We gaan het wel zien, weet je. Ik ben er voor jullie om dit soort dingen te proberen. Zodat je het zelf niet hoeft te doen. Oké, jongens. Zit op dit moment op max height. Wat gaat gebeuren als ik nu een rift pop? Wait. Wow. Wat? Oké, dat was dus de rift. Yo, dat was best vet. Oké, jongens, we gaan hier gewoon ballonnetjes poppen. Alle 10. En we gaan wel zien wat gaat gebeuren. Wait, kan ik wel... Ik ga niet meer omhoog, dit is echt een scam, jongens. Ik val meteen naar beneden, nee! Ik blijf gewoon ballonnetjes poppen. Wij gaan niet naar beneden vallen. Trouwens, wij gaan sowieso naar beneden vallen. Ik ga kijken, pak je fall damage met ballonnen. Jongens, we gaan het testen. Pak je fall damage met ballonnen. Nee, maar dan moeten ze niet allemaal gaan knappen nu. Oké, mooi. Ze knappen meer. Wat als ik in het paarse ga met ballonnen? Nee, joh! Nee, joh! Mijn ballonnen zijn weg! Yeah! Oké, ik heb nieuwe ballonnen nodig, jongens. Dit is zo jammer. Oh, misschien dat wij... Je hebt namelijk een manier dat je met de Quad Crusher omhoog kan. Misschien als we dan ballonnen poppen... Ik heb geen idee. We gaan gewoon nog een paar leuke dingen proberen, jongens. Er moet toch een manier zijn om met die ballonnen daar naar boven te komen. Laat trouwens even weten in de reacties of jij een andere manier hebt om daar boven te komen. Los van de Quad Crusher, maar iets met de ballonnen. Wie weet kan ik dat er in een andere video gaan proberen. En deze video is echt bullshit. Ik weet het. Maar ik ben gewoon letterlijk de ballon aan het uitproberen. Jongens, ik ben hier letterlijk gewoon een beetje aan het vliegen met mijn ballon. Het ziet er echt niet uit. Ik ben gewoon naar lamas op zoek met mijn ballon. Yeah. Ik heb alleen toch echt wel eventjes nieuwe ballonnetjes nodig, jongens. Oké, jongens. Daar gaat mijn ballon. Doei. Wij gaan even een lamaatje openen. Wij hebben namelijk een nieuw... Oh mijn god, zie ik daar nou ballonnen liggen? Zie ik daar nou ballonnen... Nee, dat is een grapper. Oh mijn god, jongens. We hebben hier een vending machine met ballonnen. Oh yeah, dit is echt
top! Oh mijn god, we kunnen nu zoveel ballonnetjes kopen. 1, 2, 3, 4. Ah, heel veel. Oké, jongens, wij hebben op dit moment een hele inventory vol met ballonnen. Dit is echt sick. Oké, wij moeten er even een quad crusher gaan vinden. En we gaan even kijken hoe hoog we daarmee kunnen gaan komen, jongens. Oké, een quad crusher. Ik weet in mijn hoofd dat er daar een staat. Oké, jongens, let's go. Een quad crusher. Dat valt best wel tegen. Oké, laat me er even... Ik moet hier eventjes uitzien te komen. Dankjewel. Oké, jongens, wij moeten eigenlijk eerst even omhoog zien te vliegen. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Ik ben hier... Wacht. Ik heb dit gedaan met low gravity. Ik heb geen idee hoe ik dat nu moet doen. Ik denk gewoon zo. Ja. En nu in één keer weer omhoog. En in één keer weer omhoog. Oké, jongens. Dan laten we die quad crusher lijken voor wat het is. Laat het weten in de comments hoe ik dat moet doen. Dan kunnen we dat in de volgende video gaan doen. Wat ik nu wil testen is... Kan jij van max height fall damage overleven door middel van ballonnen? En ik weet dat je inmiddels kan gliden. Maar alsnog wil ik het proberen. Want hey, ik ben gewoon nieuwsgierig. Weet je, we moeten gewoon even de nieuwe ballonnetjes uitproberen. Wat is het nut van de ballonnen? Ik heb geen idee. Letterlijk, het nut is niks. Vooral nu je gewoon kan glijden naar beneden. Wat is het nut van de ballonnen? Oké, jongens, zit op dit moment op max height. We gaan even een ballonnetje nemen. We gaan... Eens even kijken, wat als ik er 3 neem? Blijf ik dus zweven? Oké. Gaan wij überhaupt fall damage krijgen door dit? Ik zit te twijfelen. Dit zijn de 3... Anders hebben wij de 4 nodig. Dit gaat wel heel slow. Ik denk niet dat wij hier fall damage door krijgen, jongens. Come on. En... Nee, je kan gewoon mensheid overleven met ballonnen. Oké, we gaan het nu met 2 ballonnen proberen, jongens. Kijken of het dan nog steeds kan. Oké, jongens. We zijn weer boven. 2 ballonnetjes. Pak ik nu fall damage? Waarschijnlijk wel. We gaan nu namelijk een stuk sneller. We gaan het gewoon zien. We gaan lekker naar beneden toe. Misschien dat we fall damage pakken, maar dat we niet dood... Ja, ik pak sowieso fall. Ik ga nu echt... Ik ga dood. Ja! Oké, jongens. 3 ballonnen, dat zorgt ervoor dat je geen fall damage krijgt. 2 ballonnen, krijg je wel fall damage. Volgens mij ga je niet meteen dood. En 1 ballon, ja. We gaan het niet eens proberen, maar dan gaan we gewoon dood. Dat weet ik zeker. Jongens, dit waren de ballonnen. Ik weet eigenlijk niet wat ik er allemaal nog mee kan doen. We hebben denk ik wel aardig wat dingen gedaan. We hebben geprobeerd naar het portaal te vliegen. Dat is helaas niet gelukt. Op een gegeven moment stopt hij er gewoon mee. We gaan gewoon nog lekker een paar ballonnetjes opblazen. We gaan lekker omhoog zweven. Laat even weten wat jij van de ballonnen vindt in de comments. Ik vind het op zich wel leuk. Alleen, ik snap het nut er niet echt helemaal van. Abonneer ook op mijn kanaal. Check ook mijn Instagram in de beschrijving. Volg me er even op. En dan maak jij kans op een shout-out. En dan bedankt jullie voor het kijken, mensen. Ik ga lekker aan mijn ballonnen hangen. Yeah. Later, mensen.